Ja, deze week is weer uiteraard weer Europa Cup voetbal op allerlei niveaus. Champions League, Europa League. PSV die gaat het opnemen tegen Rostov in Rusland. Nou, wel bekend, want eerder Rostov ja, die speelde Ajax van de mat met 4-1. En, nu gaat de PSV tegen hun spelen. Nou, je ziet ook het enorme grote verschil op Europees niveau dat Rostov eerder, 2 weken geleden, weggevaagd werd door Bayern München met 5-0. En Ajax ja, verloor dus van Rostov met 4-1. Dus ik ben benieuwd of PSV daar successen gaat boeken in Rusland tegen Rostov. Dus, ja, het zal natuurlijk fantastisch zijn ook voor het Nederlands voetbal dat PSV wel van Rostov gaat winnen. Maar nogmaals, ik ben benieuwd. Feyenoord die gaat opnemen in de Europa League tegen Fenerbahçe. Onder andere de club van Robin van Persie. Weerzien van oud Feyenoord. En het tegenovergestelde is natuurlijk, dat is ook hartstikke leuk, dat Dick Kuyt. Nu bij Feyenoord. En een aantal jaren bij Fenerbahçe heb gespeeld. Dus dat is heel erg leuk. En Ajax die gaat thuis opnemen tegen Standard Luik. Wel zonder ja, Ziyech, die geschorst is voor 2 wedstrijden. Omdat hij laatst in de Europa Cup een rode kaart kreeg. Dus dat is wel jammer. Maar zonder Ziyech denk ik dat Ajax nog altijd een goede kans maakt. En als laatste, maar niet de minst belangrijke. AZ die speelt uit tegen Zenit, FC Zenit. En ook daar ben ik benieuwd wat er gaat worden. AZ heeft de punten hard nodig. Feyenoord heeft de eerste wedstrijd gewonnen van Manchester United. Ajax heeft gewonnen de eerste wedstrijd, dus we hebben allemaal 3 punten. PSV moet echt te hard tegenaan, want die heeft natuurlijk de eerste wedstrijd verloren tegen Atletico Madrid. En AZ tegen Dundalk in de laatste minuut verspeeld in blessuretijd, uiteindelijk een gelijkspel. Dus allemaal succes en we hebben de punten hard nodig, zowel voor het algemeen puntensysteem. Waarbij we heel hard heel veel punten nodig hebben om komende jaren op dat niveau te kunnen acteren, blijven acteren. En uiteraard ook in de pool dat onze Nederlandse clubs verder gaan in de Europa Cup. En wellicht kunnen overwinteren. Maar zo positief hoor, tot de volgende keer.